Stichting Wang Okasi, die de collectieve belangen van de mensen met een beperking in Suriname behartigt, wil naar verzelfstandiging. Dit geeft de voorzitter van de organisatie, Anil Kunj Bihari, aan in een gesprek met de nieuwsdienst. Hij ervaart de druk op de organisatie als bijzonder zwaar, vooral omdat de tegemoetkomingen van de staat steeds uitbleven. Wang Okasi moet gaan naar een stukje zelfvoorziening. We wachten op de overheid, we wachten op politiek Suriname. Het is gewoon dodelijk. En daarom heb ik gezegd, we gaan nu haast moeten maken om Wang Okasi zelfvoorzienend te maken. En we staan eigenlijk op de drempel om dat te doen. We hebben onze businessplan. Het enige wat we nu nodig hebben is die financiering en grond. Omdat we in de productie gaan, we willen landbouw gaan doen. Er is behoorlijk veel geld te verdienen in de landbouw. We willen ons richten op de export. En als we die financiering hebben, als we de grond kunnen krijgen of zo niet kopen, dan denk ik dat we binnen 5 jaar, als we onze schulden hebben afgelost, Wang Okasi zeker voor 80-90% zelfvoorzienend zou kunnen zijn. En dan kunnen we deze bussen met gemak 1 repareren. En eigenlijk hoeven we niet eens meer te vragen om, kan je een bus doneren? We zouden dat zelf kunnen kopen. Kunj Bihari geeft aan dat Wang Okasi blij is met het geschenk van een rolstoelbus eerder deze week. Hij benadrukt dat met de huidige stand van zaken de organisatie straks niet eens in staat zal zijn 1 bus te onderhouden om mensen met een beperking te transporteren. Dus dat is de bedoeling om zelfvoorzienend te zijn. Gewoon gaan naar een social business. Dat is gewoon out of the box proberen te denken. Maar zoals ik zei, wachten op die politiek Suriname, wachten op die op subsidies, is gewoon dodelijk. Het belemmert alles, die hele ontwikkeling van die organisatie, maar vooral die hele ontwikkeling van de doelgroep. Sinds midden augustus rijden we gewoon niet, helemaal niet. Omdat we de subsidiegelden van 2020 nog niet eens hebben gehad. We kunnen daardoor onze benzinerekening niet betalen. We kunnen personeel niet aantrekken. We kunnen niks doen. We zijn gewoon klem op dit moment. Kunj Bihari zegt dat er eerder dit jaar brieven zijn gestuurd naar de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Zonder resultaat. Het is hem dan ook niet bekend wanneer Wang Okasi de subsidiemiddelen zal ontvangen.